Hey jongens van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik een nieuwe episode van mijn Call of Duty Black Ops 2 Road to Gold serie. En ja, eindelijk is deze serie weer terug na een hele lange tijd. Hij had een geest een beetje begeven. Nee hoor, ik heb gewoon niet geüpload omdat ik het te druk had met ja, andere dingen. Ik ben bezig met mijn Minecraft server, ik was bezig met Jordi, ik was bezig met Hunger Games, ik was bezig met Ronald's Spot Minecraft, met Crysis 3, ik weet het allemaal niet meer, gigantisch voor rotzooi. Maar ja, omdat ik in november heel veel Call of Duty Ghosts wil gaan uploaden, wil ik deze serie af hebben voor november. Het duurt nog een hele tijd, maar ja, ik wil nu wel echt gewoon die serie af hebben. Want nou ja, hierna wil ik wat anders gaan doen. Dus ja, maar goed, laten we maar eens even gaan beginnen. Dus even kijken, Create Class. Gaan we eens kijken hoe ver we zijn met dit ding, level 9. Oké. Okay. Wel, eens even kijken. Wel, we moeten nog. Oh mijn god, we moeten nog maar een paar kills voor de Cryptid Typhoon Camo. En dan moeten we al deze shit hier gaan halen. En wel, dan hebben we hem goud. Dus als we dit hebben. Dan komen we een heel eind, want dan moeten we one-shot kills en al die shit allemaal gaan halen. Dus ja, oké, wel. Nou, de perks zijn allemaal nog hetzelfde, ik heb niks aan gedaan. Oké. Ik heb een AN94 ook bijna goud trouwens. Ik zal jullie even laten zien, even kijken waar ik dat denk. Ja, hier. Kijk maar, ik heb nu Art of War. Ik heb ook bijna... Deze heb ik ook bijna. Dan heb ik deze ook al bijna en dan nou ja, heb ik hem goud. Dus ja, dat moet ik nog even doen. Dan ben ik ook bezig om deze sniper goud te halen. Kijk maar, ik ben al bijna bij de Cryptid Typhoon Camo. Ik moet nog ongeveer... 50 kills, 53 eigenlijk, maar oké. Even kijken, hier werk ik ook wel hard aan. Nou, hier ben ik ook al bijna met de Cryptid Typhoon. Dan deze. Dus ik heb eigenlijk wel heel veel bijna gouden wapens, maar ja. Dus even kijken, score streaks. Nou, dat laten we maar zo, denk ik. Ja, leek me wel wat vandaag. Dus even kijken, wel. Ik speel op 4 bars vandaag, denk ik. Want nou, ik ben niks aan het uploaden en niemand anders is wat op het internet aan het doen. Niemand is wat anders op het internet aan het doen. Dus het moet wel lukken vandaag. Er is bij de way een nieuw mappack. Yay, Apocalypse. Mijn god, wat faal ik. Ik heb dit echt zo'n lange tijd niet gespeeld. En ik heb ook nog geen enkele YouTuber dit zien spelen. Dus ja, Apocalypse is een nieuw ding. A variant of playlist containing only maps in de Apocalypse DLC pack. Dus ik heb werkelijk geen idee wat het is. Nou, je kunt hem kopen dus. Maar ja, ik heb dus werkelijk geen idee wat het is. Misschien met een nieuwe zombie map of zo. I don't know. Misschien ga ik hem nog halen. Maar ik wil eerst nog even op de map spelen van het vorige mappack, Vagancy. Dus ja, daar moet ik even mijn mening over geven. Maar ik ga niet uren bezig zijn om in één game daarvan te komen. Ik ga gewoon maar spelen. En als ik die map een keer tegenkom, dan zal ik mijn... ja, mening daarover geven op dat moment. Als er in worden gegooid, dan ga ik het niet doen. Maar als het een beetje in het begin van de game is, dan wil ik het wel gaan doen. Maar goed, we gaan ik denk Ground War doen, lijkt me het beste. Want dan kan ik lekker veel kills maken, dus ja, eens even kijken. Ik heb een beetje wat opwarmingpotjes gespeeld. Dus ja, hey, Aftermath. Oh, oké, okay, daar heb ik lange tijd niet op gespeeld. Dus dat is wel leuk, denk ik. Het is niet echt een goede shotgun map, maar we gaan zien wat hiervan... Ja, gaat komen. Oh mijn god, het is bijna afgelopen. Lolcats. Ja, ja, je hebt het goed. Zij de game, piemel. Hallo jongens. Holy shit, nee. Hey, meneer de sniper. Meneer de sniper. Meneer de sniper. Godsamme, ik schrok me rot. Ik heb 1 kill gemaakt, dat is nice. Eens even kijken. Ik ga by the way dus in november heel veel Call of Duty Ghost uploaden. Want die game lijkt mij echt super chill. Ik weet nog niet voor wat ik heb gaan kopen. Als die nog voor de Xbox 360 gaat komen. Dan voor de Xbox 360 natuurlijk. En als die dat niet wordt. Dan ga ik hem voor de PC halen. Maar ja, dan moet hij er wel... dan alvast zijn voor de PC's. Ik zal denk ik dan niet heel veel met mappacks kunnen doen. Wanneer de mappacks komen altijd pas een maand later. Op de PC en PlayStation. Dan op de Xbox. Holy cut. Oh my... God, ik haat die maffe shotguns. Maar ja, we gaan dus wel zien wat er in november allemaal gaat komen met die Call of Duty. Maar er komt sowieso Call of Duty Ghost op mijn kanaal. Maar goed, eerst komt er in september natuurlijk de nieuwe GTA 5 uit. Dus ja, daar kan ik echt niet op wachten. Zo zin heb ik daarin. Kutzooi, snipers! Zeg je dat? Staat er met z'n drieën, staat ze daar een beetje te neuken met elkaar. Godverdomme, nee, grapje. Ik moet niet zo grof taalgebruik in mijn mond nemen. Dat is niet goed. Die doet. Ze passen wel. Kutzooi, wat? Zit het daar boven zo'n E moeten kamperen en die sentry doet er niks aan. Wel, dan heb ik het ook opgegeven om die kant langs te gaan. Gaan we hier gewoon langs. YOLO POLO CATS. Zo, hier gaan we in zo. La 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 la. By the way jongens, voor degene die nog niet weten. Ik heb het volgens mij ook nog niet eerder verteld, maar ik ga binnenkort weer even een t-shirt video update maken over, dingen,
Hoe het nou zit met de t-shirts en alles. En er komt by the way binnenkort ook een gastrol uitlegvideo online. Die komt deze week nog online. Dus ja, ik weet niet wanneer ze online komt. Het is vandaag dat ik hem opneem, donderdag. Dus jullie zullen deze waarschijnlijk vrijdag zien. Maar ja, dan komt er dus misschien vandaag nog wel een gastrol uitlegvideo online. Dus ja, na één kill, yay, 100 XP, of nou, 100 punten dan. Dus hoeveel XP is dit? Wat, 50 of zo? Oh my god, 200 XP, what the fuck? Oké, okay, wel, we gaan op grind hopelijk. Random is ook goed, hè? Gaan we daar wel voor? I think I'll roll with it. Ja, oké. Dus even kijken, wel een redelijke matchmaking, dat is altijd wel nice. Dus even kijken. Ja, natuurlijk hebben we hier ook mijn dat is mijn gouden wapen. Daar komen al mijn gouden wapens van. Nou ja, ik ga niet echt met mijn gouden wapen spelen. Ik ga ze goud halen en that's it. Ik ga die niet meer spelen, want nou ja. Je hebt geen doel met die dingen. Dat is gewoon, je hebt gouden wapens en that's it. Misschien leuk voor live commentaries of zo. Of achteraf commentaries. Leuke gameplay daarmee. Maar ja, gewoon zelf ga ik er dan niet echt meer spelen. Dus even kijken, oké, wel, de kans is dus groot dat we op een andere map gaan dan Grind. Aftermath zit er sowieso niet in. Oké, overflow. Fine. Er is één map die slechter is dan die map waar ik net op heb gespeeld. Voor shotguns, en dat is overflow. Of nou ja, het is niet echt heel slecht als je een beetje in dat straatje kan blijven, daarachter en zo. Er zijn een paar spots op deze map waar je echt gewoon goed kan doen met de shotgun. Als je tenminste ook een goede shotgun hebt. Maar ja, het is eigenlijk best wel stom. Ik ben nog zo lang bezig met die Peacekeeper. Ik doe deze serie nou wat 2 maanden of zo en ik heb hem nog steeds niet goud. Maar als je gaat kijken naar de episodes, ik heb nog maar iets van wat 10, 12 episodes of zo. En ja, het is dus helemaal niet raar dat ik hem nog niet... Dan, dat is mijn telefoon. Nee, maar het is dus helemaal niet raar dat ik ja, nog goud heb op mijn shot. Ik ben bijna bij Crypto Typhoon. En dat vind ik al best wel knap. Dan ben ik ongeveer op de helft met gouden wapen. Dus ik vind het eigenlijk helemaal niet zo heel slecht hoe ik doe. Kijk, huppakee, dat is weer een kill, hè. First blood. Oh. Jezus. Oké. En waar loop ik heen? Oh my god, ik moet hier helemaal niet heen, jongens. Terug. Nee, oh mijn god. Oh, what the fuck? Ik dacht nog, haal ik het nog? Nee, ik haal het niet meer. Godsamme, ik had jeuk aan mijn oor. Jezus, mens. Holy kut. Oh my god, ik moet weg hier. Jezus, ik word genaaid van alle kanten. Oké. Easy, gewoon dat. Easy, hi. Noob. Achter je kijken. Revenge, bitch. Nou, komt die zo gewoon weer aan. Lalalalalala, snipe, nee. Oh, hi. Oké, what the fuck, hij wilde wel raak te zijn volgens mij. Ik ga er denk ik wel zo'n sight op doen, zo'n, hoe noem je dat, reflector, of nee, geen reflector. Zo'n red dot, nee, ook geen red dot. Zo'n, oh, millimeter scanner, dat is leuk. Nee, maar zo'n, hoe noemen we dat? Kut, sorry, snijphoer. Nee, zo'n, zo'n laser ding. In je face, bitch. Oké. Eens even kijken. Maar ik ga dus heel veel first person shooters doen in november. Dus ja, dat wou ik doen, m'n hol. Oké dan. Shit, zo. Ik had toch minimaal eentje van hun moeten raken met een kogel. Oké. What the fuck is mis met jou? What the fuck? Hoe kan hij me nou doodschieten achter een auto? Wat is dat nou weer voor noobheid? Echt waar. Rage. Nee. Dan ben je gewoon geblack ops 2. Dat is een nieuw begrip hier. Geblack ops 2 worden. Dat is zeg maar als je genaard wordt in Black Ops 2. Geblack ops 2. Of als je überhaupt genaard wordt in een Call of Duty. Kijk, zoals dat bijvoorbeeld. Wat gewoon raak hoorde te zijn. Ik speel gewoon 4 bars, dus I don't fucking know what's going on hier. Maar oké. Goed. We gaan gewoon door. Ik vind het wel droog dat ik geen killstreak kan halen vandaag, maar oké, ach ja. Doe je dan, hè. Kijk, daar is wel een kill dan weer, hè. Wat, holy shit. Wat gewoon in principe mis hoorde te zijn. Ja, nee. Faal, Ronald, wat je doet is. Je onkel Dolan. Onkel Dolan, no please. Zo, kijk. Nou, jullie willen snipen? Oké. Oké, what the fuck is dit voor falen ding? We moeten dit ding rang reloaden.
denk het gewoon. Ja, voor zo'n afstand hou ik echt een hitmarker met een sniperkogel. Dat is een ding. Tuurlijk, hitmarkers. Wat? Oh, jij bitch. Echt erg dit. Ik had wel 10 kills al extra moeten hebben. Kerel hoorde gewoon dood zijn. Dat is altijd zo naaiend. Hey, dood, revenge. Waarom? Comeback, oké. Okay. Fine, I'll take it. Even kijken, goed. Nog meer lui hier om te killen. Ja, daar. Nee, oké. Okay. Ho, 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 ho. Ik ben er helemaal simpel van. Kut, zo jij kut daar boven in dat raam, hé. Hey. Waarom is het altijd 2v1? I don't understand this. Kill. Zo. Kan het wel. Kijk, dat ook weer. Je hoort het schieten, hè. Zo. Je hoort het. Maar de kogel raakt gewoon niet. De kogel die gaat gewoon kapot. Gewoon in rook op. Poef. Kogel. Nee. Kogels? Nee, zijn hier geen kogels. Kijk, en wat we hier gewoon gaan doen, die ga je gewoon Leroy Jenkins mode. Ja, echt weer, hè. Kijk, ik schiet, maar komt niks aan. Oh my god, de physics bij Black Ops 2. Gewoon waardeloos. Ook gewoon weer, hè. Kijk dan weer gewoon, die kerel zit daar toch. Ik schiet toch raak met dit ding. Ja, hier. Maakt de donut nooit kwaad. Zou je duur komen te staan. Oké, okay, wel, nou. 9 om 15. Wel heel kut, maar oké. Okay. Oh my god, my god, my god, my god, my god, my god. Oké. Okay. Eens even kijken, oké. Okay. Wel dan. Zullen we nog een potje doen? Nou, we doen nog een potje. Eens even kijken. We doen gewoon nog een potje, omdat ik een hele tijd deze serie niet heb gedaan. Dus ja, wie wel verdient, denk ik. Eens even kijken, oké. Okay. Ja, millimeter scannen, dat is mooi. Eens even kijken, goed, wel. We gaan wel op random, oké. Okay. Mooi. Oké, okay, wel. Eens even kijken. Hoeveel kills moeten we nog voor die nieuwe camo? Want het lijkt wel leuk als we die unlocken. Even kijken. Millimeter scan hebben we helemaal niks aan. Even kijken. Ik heb reflex sight, ja, en long barrel. Ik wil eigenlijk wel laser sight erop hebben. Die heb ik niet. Ja, dexterity. Ja, extreme. Ik heb lightweight niet nodig. Even kijken. Ik wil eigenlijk wel primary gunfighter. Aim faster. Zullen we dat proberen zonder die en dat ik dan met laser sight... Laten we dat gewoon proberen. Wie weet... loont het? I don't know. Even kijken, ik wil nog even kijken hoe het met de camo zat. Oké, okay, we moeten dus nog 13 kills maken. En dan hebben we die camo. Oké, okay, dat is wel haalbaar, denk ik. Als ik een beetje goed mijn best ga doen. Meltdown, oké, okay, wel. Dit kan goed zijn, want nou ja, je hebt wel kleine dingetjes en dangetjes en dongetjes hier. Het is natuurlijk een betere sniper of assault rifle map, maar ja. Ja, like machine guns helemaal open als je kunt campen daarbovenin. Maar, kijk, als ik daar bij die gele dingen daaronderin, zeg maar. Als ik daar, kan gaan holden, zeg maar, dan moet het wel goed komen. Of als ik een beetje, in ieder geval bij die kleine dingetjes aan elkaar komen. Maar die kleine gangetjes. What the fuck? Waarom heeft mijn kerel een horloge aan de binnenkant van zijn pols zitten? What the fuck is dat dan weer voor onzin? Oké. Okay. Extreme condition heb ik niet echt nodig, hoor. Kijk, dit is echt gewoon een stuk beter. Ook gewoon voor... hoe noem je dat? Dexterity, volgens mij. In ieder geval dat het betere accuracy... Ja, betere accuracy, dat ja. Even kijken. Kijk, dit is dan weer een gevaarlijk stuk. Want hier kunnen ze weer met assault rifles gaan komen. Even kijken. Ik ga ze van achter pakken. Sowieso het handigste om te doen met de shotgun. Flanken. Kijk, dat zag hij niet. Ah. Dat zag die emu niet. Die emu piemol. Oké, okay, ga dood jij. Oké, okay, hij is dood. Nee, ja. Nee, hij spawnde in mijn rug weer. Hij spawnde in mijn rug. Ik dacht, what the fuck? Ik zit bij de spawn. Nee, kut. Hij spawnt achter mij. En toen, nou ja, toen spawnde hij ook achter mij. What the fuck? Doe die mogol daarboven nou. Savior. Oké, okay, wel, ik ben een savior, maar ik snap niet wat die mogol nou dat doet dan. Dat snap ik dan. Holy cut. Hij weer, hè, met zijn hijskraan logo ding. Natuurlijk zijn we met zo'n... Nee! Met zo'n spam sniper erboven. Oké, hier naar binnen. Ik heb het helemaal gehad daar met jou, dus jij dondert maar een eind op, oké. Okay.
Oké. Oké dan. Nice, Ronald. Even reloaden, oké, dat is altijd nice. Kut! Oh my god. Oké. Ik wil in één keer wel heel graag mijn UF halen. Dat wil ik eigenlijk wel heel graag. Waarom geef ik de motherfuckers tijd? Kut! Jij piemel! Ik ben echt klaar met jou. Maar je wil mij snipen? Jij wil mij zo graag met je gouden sniper. Ja, hier! Lik me reet, gast. Oh mijn god, ik ben nou... Ja, eigenlijk ga ik gewoon heks. Ja, nee, dat is ook gewoon dom. Kijk, gewoon... Wat is dat voor iets? Oh, kernreactor, oké. Kun je ook echt zo dichtbij komen en zo. Is een grote toren hier. Zo dat chill nog even. Kom hier, jij piemel! Niet zo falen, Ronald. Niet zo rachen, Ronald. Er gaat heel leuk. Black Ops 2, dude. Kerel werd doodgemaakt door een snijpertje die daarboven staat en nu dood is. La 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 la, ik heb 6 kills, dat is niet genoeg om pro te zijn. Ik heb er meer nodig, ja dat heb ik inderdaad. La 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 la. Oké, naar beneden, go, quick. Have no time to lose, right now. Don't see me, you motherfucker. Okay. Oh mijn god, Jezus. Wel, dat is die van mijn leven. Je kutmes. Met extreme condition. Emu. Oké dan. Oh my god. Waarom faal ik? We've pulled forward, ja, nou. En daar wilt u wat meer zeggen, meneer. Goed, zo, dit is altijd nice hier. Lightning strike coordinates remain. Of received, ja, received. Oké. Wauw, hier is ook iedereen dood. Oh! Ja, die zagen mij wel. Die pedo's. Kut, nou, dan gaan ze allemaal op mij schieten hier. Wauw, je hebt dood, noob. Oh my god, 6 kills maar. Heb ik hier voor me zitten zwoegen, dan doe ik nog een padje. Fuck the system. Ik wil gewoon die camo halen vandaag. En jullie hebben het gewoon verdiend dat ik gewoon een lange commentary hiervan maak. En ja. Anders komen we nooit met deze serie. Dus ja. En we zijn toch nog maar wat 18 minuten bezig of zo. Dus ja. Kijk dan. Moet je ook kijken, het hele team is geliefd, zowat. Geen wonder dat ik gewoon... Eens even kijken. Rush. Ik wil rush doen. Heb ik er al een keer een mening over gegeven? Ik heb een keer op... Nee, ik had er nooit op rush gespeeld. Nou, rush is echt zo'n superleuke map, jongens. Het is... Nee, maar het is echt een super episch shotgun map. Het is echt gewoon zo'n coole map, omdat het gewoon... Het is allemaal close quarters. En daar is het, nou ja... De KSG is echt gewoon op, hé. Dat stuk wat je nu ziet, zeg maar, dat is echt het binnenstuk. Het is een paintball map, rush. En allemaal verschillende areas. Je hebt die binnenarea met al die barricades. Je hebt... wat heb je nog meer voor rotzooi? Je hebt... allemaal van die hoogtepunten heb je. Het is echt een echt superleuke map. Even kijken, hoeveel kills moet ik nog? Volgens mij nog maar iets van 10 of zo dan, dus. Ik moet er nog 7. Oké. Dat is wat te halen. Dus ik heb sowieso, denk ik, nu wel die camo... Dus ja, rush, oké, mooi. Zo, domination op rush, dat is helemaal mooi, want nou ja, hier binnen is volgens mij point A. Ik weet niet. Kijk, een keer zo'n geluk. Ik speelde hier een keer met, volgens mij, met 5 tegen 2 of zo. En we killden ze allemaal. En toen was er op een gegeven moment nog maar 1 over. En die kerel, die wist volgens mij niet hoe je moest leven of zo. Het was ook level 1 of zo. En het was super grappig, want
Nou ja, we hadden allemaal Orbital V-sets en zo. Ik kreeg die kill and care package, knal hem dood, zat weer een Orbital in. Dus ik had twee Orbitals, dat potje echt superleuk gewoon. Niet normaal. Oké, let's go. Mooi. V-bar, dat is nice. Zo. Oké. Wel, die is nu gecaptured, dus we gaan hier naar binnen toe. En dan gaan we weer eens flanken hier. Kijk, safe, dat is dan een headshot. Dat is een headshot te pakken. What the fuck? Nou, ik ben in ieder geval gepromoveerd. Maar ja, mensen hebben bezoekers. Dit doe je niks tegen. Kijk, bloed op de vloer. Oh, bloed! Oh, oh mijn god, wat is dat voor iets? Dodge, kidoodles. Holy fucking cut. Yeah! Yeah! Ook wel pretty, pretty nice. Het is ook gewoon een leuke map dit, om gewoon te rushen. Het is een rush map. Haha! Dat is longshot. Moet alleen zorgen dat we niet gaan. Holy kut. 5 kills. Oké. En we zijn vroeg in de game. Dat is mooi. Dus even kijken. We gaan hier naar boven toe. We gaan hier naar boven toe, wou ik zeggen. What the fuck, man? Echt serieus? Are you shitting on me? Oké. Goeie capping spot hier. We zijn wel aan de winnende hand. Dat is wel nice. Capturen. Want nee, we moeten wel winnen. Als we geen caps maken. Ik was een beetje stil daar. Maar als we geen caps maken, dan verliezen we ook nog. We staan maar close winning. Dus. Ja. Oké, dat is een camo unlocked. Dat is nice. Dat is ook nice. Mooie kill daar. Oh mijn god. Eens even kijken, oké. Goed, nou ja, we gaan best wel goed. Als het zo allemaal doorgaat met die longshots en alles. Dan heb ik die camo gold in no time unlocked. Dus ja, dat is wel pretty, pretty nice dan. Doei, doei. Je moet altijd oppassen, want ze zitten altijd te snipen daar. Hoge audiopiek volgens mij. Nou ja, we gaan wel winnen. Tenminste als het... What the fuck? In één keer word ik doodgeknald. Dat lijkt er. Tenminste, het lijkt op mijn scherm. Ik weet niet wat er met jullie is, maar. Hier moet je altijd een beetje oppassen. Ja, what the fuck is mis met jou? Echt serieus. Oh my god, dit wordt een feest. Oh mijn god, ja of niet natuurlijk. Kom zo'n kill aan. Hey, doodsnipe. Ik zo kut. Eens even kijken, oké. La 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 la. Oké, what the fuck? Echt serieus? Are you shitting on me right now? Natuurlijk, mijn hele team is ook gewoon weg in één keer. Dat assist mij gewoon niet meer. Het is echt, ja. We staan nog wel winning. Ik wil sowieso winnen. Wat nou ja. Bam en zo. Losing Bravo. Kut! Ik heb zweethanden. Dan handel ik mijn controller een stuk slechter. Holy kut, nee! Hier moet zo'n emo-ding neergezet. Lekker dan. En waar stond dat pedofiele ding ook alweer? Oh ja. Dank je, gast. MBRPG. Jij daar, met die RPG. Fuck yo. I don't wanna be killed. Holy fuck, hij kwam ja, te hoog voor mij. Nou, maar in ieder geval, ik was een beetje stil daar. Alweer. Dat faalt wel. Waarom ben ik zo stil? Nou ja. Kut. Bouncing emus.
don't like that. Fuck jou, ding. Fuck jou met je sniper. Waarom gaan mensen met een sniper op rush? The fuck is the matter with him? Het slaat nergens op. Je gaat niet met een sniper op zo'n close range map als dit. Dus even kijken. Wat een lekkere lange episode. Een half uur episode. Hey, wauw. Gewoon dat de vierde de serie weer terug is. Lijkt me wel gepast. En ik heb ook wel lol. En zo krijgen we tenminste wat klaar vandaag. Want dan heb ik nou wat 50 kills gemaakt of zo. Totaal. We hebben nu 3 potjes gedaan of zo. Nou, ik weet niet hoeveel kills we hebben gedaan. En gemaakt gedaan. I don't know. I don't know how I freaking call those things. Oké, ik heb nog geen enkele keer mijn killstreak gehaald. Dat is wel kut, maar... Ja. Dus gewoon goed je best doen en dan... kom je er vanzelf. Ha, wat? Met een bezoeker nog wel, hé. Hey. Jij fucking... hoer. Haha. Motherfucker. Kut, ja, is een ding. Ja, mooi, die is dood. Ho, losing alpha, I don't think so, joh, motherfucker. Oh, je hebt het goed, oké. Ik dacht even dat jij slecht was, meneer. Maar, dat spijt mij heel erg. Had ik niet moeten denken. Oh my god, volgens mij ging die echt net mis. Eens even kijken, gaan we hier mooi langs. Rush is echt mijn favoriete shotgun map. No doubt about it. Echt, het is gewoon zo'n geniale map. Gewoon, hij is geniaal opgezet. Met die verschillende areas en zo. En dat vind ik zo leuk aan Rush. Dude, are you really that stupid? Mooi zo. Oké, hoe? Wow, hij heeft gewoon zitten spammen die emo piemel. Dus dat is gewoon skills, hè. Dat vergt gewoon niks anders dan complete skills. En dat vergt ook gewoon skills van mij. Oké dan. Open vuur! Open vuur! Open vuur! Nee, kut! Ik mis mijn granaten. Ha, bitch! Mooi, je bent lekker dood. Lekker dood, je bent gewoon dood, gast. Gewoon lekker hier. Holy cut! Ja. Yeah. Bam. Ha. Ha. Oké, ik ga lekker. Best wel lekker. Gaan we hier langs. La. Lekker binnendoor hier. Gaan we eens even kijken wie die enemy is. Hallo, dude. Hallo, dude. Trusten, dude. Trusten. Holy fuck. Was dat nou gewoon... Nou, ik... Wat was dat? Nou ja. I don't know. Holy fuck. Ja, Oh, die kut, hè. Kill hem graag, dank u. Nice. Er zijn allemaal snipers daar. Levensgevaarlijk. Mooi. Wel, die zitten hier allemaal boven volgens mij. Dan heb ik nou echt juist geen zin in. Oké, what the fuck, mens. Moet je gewoon gaan zitten zo hieronder. Holy fuck. Nou ja, ik heb in ieder geval mijn ding. Hup. Gewoon mooi achterliggen hier zo. Bullseye. Dat is nice. Oké, zo. Kom maar naar ding. Even kijken wat zit er in. Shizzle. Mooi. Fire in the hole. Papau. 2 kills, 3 kills met de Hellstorm. Kijk eens even aan, jongens. Kijk eens even aan hier. Ik ben niet slecht. Ik ben alleen onbegrepen. Oh my god. Ja!
Ja, ik ben even bezig. Kom zo. Kut, nee. Kut, nee, 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 nee. Godsamme. Hè. Oké. Even reloaden natuurlijk. Oké, cool. Nice, dat is een kill. Repositioning en alles. Holy fuck. Dat was wel dom van mij. Eens even kijken. Nou ja, holy fuck. Oh, nou in ieder geval. Defeat! Wat? Nou ja, 28 op 27. Dat is best wel goed voor iemand met een shotgun, hoor. Nou, dat de devs zo hoog zijn, dat is wel kut, maar... Jee, dat was een mooie killcam. Maar goed jongens, ik ga alvast de aflevering hier eindigen. Dat is een lekkere lange aflevering. Dus als jullie meer Road to Gold willen zien, laat dan even wat likes achter. Laten we eens kijken of we 15 leuke likejes voor de volgende Road to Gold episode kunnen halen. Ik hoop dat jullie ook nog even gaan volgen op Twitter, @ShadowGames23. Abonneer ook nog even. En wel, dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensjes.